Kijk, er is in Nederland eigenlijk geen ruimte voor die windmolenparken. En nu zeggen ze bij jezelf van, ja, trap die molens maar op de Noordzee. Want dan zien we het niet, want er is nog ruimte zat. Maar ik heb een ander voorstel, als we nou in Nederland 100 van die molens neerzetten in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nou, daar staat heel Nederland in oproer. Hey, en dan mocht het niet plaatsvinden, want dat is een stukje natuur. Nou, ik beschouw die Noordzee als mijn natuur. Vissers zijn tegen de geplande windmolenparken in de Noordzee. Hoewel de ruim 150 windmolens maar een klein gedeelte van de zee in beslag nemen, komen ze precies in de goede visgebieden te staan. De vissers mogen hier dan niet meer varen. Als dat er allemaal komt, zeg maar, ja, dan krijg je net, ik noem het maar, vissen op een zebrapad. Daar een stukje, en daar een stukje, en daar een stukje, en daar een stukje. Nou, dan vraag ik mijn eigen last, zeg maar, of wat ik nog op die Noordzee moet doen, want dan is er helemaal geen ruimte meer. Die visserij, dat hoort uit toch wezen bij Nederland. Nou, als ze zo doorgaan natuurlijk, ja, dan blijft er helemaal geen schepen meer over. Dan kan je net zo goed keren met nokken. Treurige zaak. Om de bouw tegen te gaan, zijn de vissers naar de rechter gestapt. Want wie aan de zee komt, raakt de vissers in hun hart. Een stukje passie, dan ben je groot gebracht. Als ik buiten ben en ik ben op die Noordzee, dan maak ik een lekker visje van. Nou, dat is gewoon prachtig. Maar dan als je weer thuis komt en je ziet dan al die, weer die berichten en al die negatieve publiciteit. Ja, dan zeg je wel eens bij je eigen van, joh, stop ermee. Maar ja, die zee die is toch zo mooi.